Rabin Parmisser is ontheven als directeur van de EBS. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders gisteravond is de dienstbetrekking tussen Parmisser en de NV-EBS per vandaag 1 december beëindigd. Op dezelfde datum is Ismanto Atna benoemd tot de financieel directeur van het bedrijf. Dit meldt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen via het Nationaal Informatie Instituut NII. Volgens het ministerie heeft Parmisser een belangrijke rol vervuld bij het opstarten van het efficiënte en transformatieproces binnen de NV-EBS. De voorlopige waarneming zal door de technisch directeur Marcel Eindhoven plaatsvinden, in volledige samenwerking met de Raad van Commissarissen onder leiding van Andy Rusland. De garantie van de energievoorziening en het vergroten van de toegankelijkheid van energie voor elke Surinamer blijft een belangrijk streven van de regering Boutersen-Adien, zegt het ministerie van NH in het persbericht.